Voor mij staat deze boete op boeken eigenlijk heel erg symbool voor... Boete op boeken, dat vind ik al campagnetijd. Ja, kijk, het zegt iets over het wereldbeeld. Hè. Ja. 1 op de 3 jongeren in Nederland heeft te maken met laaggeletterdheid. Mm-hmm. Jongeren van rond de 15 kunnen heel slecht lezen. Het is zeker in tijden van desinformatie superbelangrijk dat er vrije nieuwsgaring is, dat mensen kranten kunnen kopen. Mm-hmm. En dan kom je dus met de allerhoogste BTW niet alleen maar op kranten, maar dus ook op boeken, op schoolboeken, op tijdschriften. En ik had 1 stapeltje meegenomen. Omdat even, want wat betekent dat dan eigenlijk? Dit stapeltje, dat zijn een paar boeken, de Donald Duck, zodat je kinderen op een leuke manier leren lezen. En natuurlijk de Telegraaf, de Volkskrant, een lekker tijdschrift voor dadelijk in de zomer. Ja. Maar ook gewoon, ik had gewoon willekeurig 4 boeken gepakt. Hoor, dit komt nooit meer goed. Politiek voor dummies. Hoe overleef ik alles wat ik niet vertel? En de cursus omgaan met teleurstellingen van Herman Finkers. De campagne is echt begonnen, dit stapeltje. Ja. Hij doet wel echt gepruteld, denk ik, toen hij met dat stapeltje ook stond. Dit kleine stapeltje wordt 10 euro duurder. Ja. En dat gaat dus om boekenwinkels. Die moeten strijden met bol.com. Dat gaat om leuk leren lezen voor jongeren. En om kranten die het ook al heel erg moeilijk hebben. Want de Telegraaf heeft het soms ook wel zwaar. Maar met name die regionale dagbladen, die hebben het echt ingewikkeld. Waar gaat er morgen gebeuren? Ik ga morgen echt voorstellen dat deze btw-verhoging op kranten en boeken van tafel gaat. Want we moeten juist mensen aan het lezen krijgen. Dat moet je morgen ook weer doen. Dan deze weer meenemen naar de zaal. Ja, dan ga ik deze gewoon uitdelen.